De Reditex Art Gallery brengt de geschiedenis van de Chinese gemeenschap tot leven met haar expositie Hakka Opera in Suriname. Deze groepsexpositie is opgezet ter gelegenheid van de 170ste herdenking van Chinese immigratie in Suriname. Curator van de expositie, Kit Ling John Piangyi, noemt de tentoonstelling een metafoor omdat de expositie bestaat uit beeldende kunst en bijvoorbeeld geen live performance is van theater, zang, dans en muziek. Echter zijn er wel enkele elementen van de Hakka-opera gebruikt om de expositie in elkaar te zetten. De expositie toont volgens de kunstenaar hoe de adaptatie van Hakka-Chinezen, de eerste Chinezen die naar Suriname zijn gekomen, is verlopen. Wat eigenlijk heel erg typisch is voor de Hakka-Chinezen, omdat de Hakka-Chinezen hebben ook een geschiedenis van migratie. En eigenlijk zie je dat adaptatievermogen, zie je eigenlijk ook helemaal terug in de Surinaamse samenleving. Niet alleen bij de Hakka-Chinezen of de nakomelingen van de Hakka-Chinezen, maar ook in de hele Surinaamse samenleving. En het is het fenomeen wat we nu tegenwoordig Alakondere noemen. Dus dat stukje, eigenlijk een stukje geschiedenis, een stukje om een meer bekendheid te geven aan hoe waren de eerste Chinezen. Kunstenaar John Piangyi geeft verder aan dat er in de expositie ook aandacht is besteed aan de Chinese immigranten die later naar Suriname zijn gekomen. De expositie geeft volgens haar ook een beeld van de nieuwe Chinezen in Suriname. De kunstwerken van de nieuwe Chinezen zijn te zien in de serie van de gastkunstenaar Els John Yuai. Ze heeft een serie gemaakt over de arbeiders die in de bouw zijn of waren. Misschien zijn ze ook alweer veranderd van beroep. Maar in elk geval, zij heeft laat een stukje zien van de nieuwe Chinezen. Als we praten over Hakka-Chinezen, praten we over de oude Chinezen. De nieuwe Chinezen zijn vaak Cantonezen. En de oude Chinezen waren meestal van de Hakka's. En de Hakka's is eigenlijk ook gewoon Han-Chinezen, maar doordat ze zijn gemigreerd en op een gegeven moment in het zuiden kwamen en gezien werden als gastfamilies. John Piangyi benadrukt dat Hakka-Chinezen in China in een klein aantal voorkomen in de provincie Guangdong. De Hakka-opera in de Reditex Art Gallery is een uniek verhaal dat een weerspiegeling is van Suriname, een land waarin zoveel verschillende culturen, inclusief de Hakka, zich geadapteerd hebben en met elkaar zijn verweven.